Definitie van anarchisme. Van het Griekse AN, en arke, in tegenstelling tot gezag, is de naam die wordt gegeven aan een principe of theorie van leven en gedrag. Bedacht door een samenleving zonder regering, waarin harmonie wordt verkregen. Niet door onderwerping aan de wet, nog door gehoorzaamheid aan gezag, maar door vrije overeenkomsten tot stand gebracht tussen de verschillende groepen, territoriaal en professioneel, vrij samengesteld voor productie en consumptie. En voor de bevrediging van de oneindige verscheidenheid aan behoeften en aspiraties van een beschaafd wezen. In een samenleving die volgens deze richtlijnen is ontwikkeld, zouden vrijwillige verenigingen die al begonnen zijn met het bestrijken van alle gebieden van menselijke activiteit, een nog grotere uitbreiding krijgen tot het punt waarop de staat in al zijn functies wordt vervangen. Ze zouden een met elkaar verweven netwerk vertegenwoordigen, bestaande uit een oneindige verscheidenheid aan groepen en federaties van elke omvang en graad, lokaal, regionaal. Nationaal en internationaal, tijdelijk of min of meer permanent, voor alle mogelijke doelstellingen: productie, consumptie en uitwisseling, communicatie, gezondheidsdiensten, onderwijs, wederzijdse bescherming, verdediging van het grondgebied, etc., en aan de andere kant voor de bevrediging van een groeiend aantal behoeften op het gebied van wetenschappelijke, artistieke, literaire en sociale relaties. Bovendien zou een dergelijke samenleving niet beweren onveranderlijk te zijn. Integendeel, Zoals het geval is in het hele organische leven, zou de harmonie voortkomen uit een voortdurende en variabele aanpassing en aanpassing van de balans van de veelheid aan krachten en invloeden, en deze aanpassing zou worden verkregen. Kortom, als geen enkele macht de bijzondere bescherming van de staat geniet, als de samenleving volgens deze principes zou worden georganiseerd volgens deze principes. Zou de mens bij de vrije uitoefening van zijn capaciteit tot productief werk niet worden beperkt door een kapitalistisch monopolie dat door de staat wordt gesteund, nog in het uitoefenen van zijn wil uit angst voor straf, of uit gehoorzaamheid aan metafysische entiteiten of aan individuen die beide leiden tot verminderd initiatief en intellectuele slaafsheid? De mens zou zich laten leiden door zijn eigen reden, die noodzakelijkerwijs de afdruk zou dragen van de vrije actie en reactie van zijn eigen zelf en de ethische opvattingen over de omgeving.